zien van het proces van Goldie beleren. Ik heb er een aantal keer mee opgezeten. Helaas kan ik niet altijd alles filmen, maar ik heb voor jullie een week lang wat kleine stukjes gefilmd. Jullie gaan de eerste beelden zien met Anne-Floor en ik. Dat is met beelden dat ik voor de eerste keer een fototje met Goldie ga rijden. In de tweede beelden gaan jullie zien met mijn instructrice. Daar krijg ik eigenlijk één keer per week, helpt ze me. Dan krijg ik een beetje les. Want dan is ze toch voor onze springles en dan helpt ze ons daarna. Dus echt super fijn. En ik hoop dat jullie hier wat in hebben. En de volgende keer wil ik ook mijn microfoontjes doen, maar die waren leeg helaas. Dus sorry als jullie het alvast niet zo goed kunnen verstaan. Alvast veel kijkplezier. Fireflies.
Krijg je van mij een strikvraag, hè? Ja. Dan ga je deze zelf opleiden. Ja. Heb je ook aparte hulp voor draf en voor galop? Vanaf de grond? Stap, draf. Stap, draf, galop? Ja. Heb je daar verschillende hulp voor? Stap, hoog, is terug. Naar stap. En als hij aan het draven is en hij draaft niet door, wat doe je dan? Ja, en wat doe je als je galopeert? Dat gaat niet door. Gewoon omhoog klikken. Ja. Zal ik jou eens een tip geven als je paard op gaat lijken? Ja. Leer hem vanaf de grond, als jij wil dat hij doordraagt, ja. Of je aandraagt, dat doe je toch met. Als je draf zegt, gaat hij niet in draf. Ja. Als je draagt dat je klikt en als je wil galopperen of aan wil galopperen, ja. Een zoengeluid maakt dat. Als je erop gaat zitten, ja. En je wil aangalopperen de allereerste keer en je doet galopperen ze aan. Omdat ze dat al kennen vanaf de grond. Ja, dat moet je wel aanleiden of aanleren. Hoor, ja, dat hoeft niet in één keer, maar dat werkt heel fijn als je paarden opleidt. Want ik zeg vaak gewoon, galop, en dat doen ze het ook. Ja, als hij daar echt op aanvalt. Ja, want we doen namelijk ook, kom. Namelijk, als je zegt, stap, dat doe ik wel heel vaak. En dat doe ik gewoon met wat ik doe met loswerken ook. Ja. Dus dat daar een commando op, zeg maar. Ja, maar echt met het galop, dan moeten ze echt heel duidelijk. Ja, ik doe normaal alleen maar, met een bakje altijd gewoon stap en draf. En dan doe ik gewoon normaal dan als je stap. Doe ik hem zeg maar. Maar hoeft niet heel moe, maar je moet gaan we een stukje draf. Kom, draf. Dus heel veel mensen doen dat het heel hard lachen als ik er een paard opleid. En ik ga er voor de eerste keer los een bonk zoeken. En ik galopeer er zomaar weg. Dan zitten ze me echt zo aan te kijken hoe het doet. Nee, maar wij doen het zelf, want vaak gaan alle paarden bij de eerste keer aangalopperen. Gaan ze gewoon in één keer in galop. Probeert het gewoon. Ja, dat weet ik.
benen, dat ze dat gaan leren alle week. Maar ga verder met je verhaal. Als je hem ophoudt, dan weet je dat hij daarna toch gaat. Ja. Ik wil hem achter trekken en ik ben dat hij gewoon zou. Ja. Goed zo. Sorry? Hij gaat dan. Ik wil hem nog. Ja, hij ging al bijna in de trap. En als je dan denkt, oh, ik ga dood, ga je het dan eerst proberen. Aandragen en dan gewoon weer terug nemen naar de stad. Super! Ja, paard weer!
Nou, ja. Nanda heeft mij even geholpen en waar zijn we voornamelijk vandaag mee bezig geweest? Voorwaarts de hulpen, waarop je moet gaan reageren straks onder het zadel. En een eerste drafje. Ja, deze is zo gaaf. En we willen dit gewoon... Au. We willen het gewoon een beetje aan blijven houden, zodat ik direct een goede hulp krijg vanaf het begin. En ze deed het echt heel braaf voor de eerste keer. En goed hè? Ja, dit gaan we gewoon lekker oppakken. En dan straks als ze helemaal onder het zadel is, gewoon half uur lessen. Dan 2 keer in de week of zo. En dan wanneer ze er klaar voor is, dan jumpings maken. Ja. Maar eerst dit allemaal even onder de knie. Dus ik ga zo door. Nou jongens. Goldie deed echt super goed deze week en daar ben ik echt heel blij mee. We boeken zeker wat vooruitgang, maar we doen alles nog een beetje rustig aan. In ieder geval heel bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en doe nog een blauw duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doeg!